Hey yo, Voske slaan, what's up? Het is dan tijd dat die coronacrisis over is, want ik heb nu al lastig. Ik zit hier thuis hele dagen, bruh. Wat moet ik nu doen? Zitten wringen op mijn stoel, want de school moest doen, niets te klagen. Maar ik mis mijn crew, kan niet eens op bezoek gaan bij mijn broer, stukje langer uitslapen. Toegegeven is wel cool, want de school start me te vroeg, maar ik wil liever hangen met mijn maten. Beetje cruisen door de hood, zo van yo, 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 yo. Ik wil kunnen hangen in de park, shoppen in de stad. Afspreken met mijn G-squad op de korenmarkt. What? Piet heb ik er binnen in de snackbar. FIFA spelen met z'n tweeën zonder last. Zitten chillen met mijn vrienden in de klas. Weerkeren naar een leven zonder angst. Of in met twee kunnen drinken van hetzelfde glas. Ha! Hand in hand, samen op pad met mijn liefste schat. Nu kunnen we enkel afspreken in videochat. Zie me zitten selfies droppen op mijn Instagram. Waar moet ik anders nu corona in het land is? Ja, ik kan het wel begrijpen dat mijn vrijheid wordt beperkt om mijn oma's te beschermen. We moeten stoppen met verspreiden. Dus dan samen staan we sterk om corona in te perken. Maar boy, jonge jongen, ik kom zot. Hoe lang zit dat land hier nog op slot begon? Toch, merci magietje de blok. Hashtag, ik blijf braaf een maandje in mijn kot. Maar mijn moeder zegt zo van, manneke alleen, zit jij nog steeds in je pyjama? En mijn vader die klinkt van, kijk je naar tv? Geen idee, vraag het aan uw mama. En mijn mama die zegt dan, jongen maar alleen, waarom leest jij niet een boek? En na een uur is er weer van, zeg, zit jij nu nog steeds in je pyjama broek? Een dikke dank u dus aan leraar en teams voor de ideale bezigheidstherapie. Nee, echt waar, dikke merci. Anders redden al die leerlingen die zich steendood vervelen het niet. Anders redden al die leerlingen die zich steendood vervelen het niet. Anders redden al die leerlingen die zich steendood vervelen het niet. Echt super cool. Zo die lessen die als Smart School Life of Scoodle of Kahoot of PDF en Google Docs en Hangout en echt, nee, maar echt super tof blijven doen. De max van jullie. Echt. Wauw.